Goedemorgen allemaal, welkom weer op een gloednieuwe vlog. Ik ben van alles aan het passen, voilà. En dan kan ik vertrekken. En dan gaan mijn Coca-Cola vanille drankjes. Ja, dat is mijn lievelingsdrankje. Voilà, ik ben nu aan het vertrekken. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren hier op mijn channel. Mijn naam is Dien de Remus en ik ben nu onderweg naar mijn wijk toe. Maar niet van mijn thuis uit, rechtstreeks, maar wel rechtstreeks van mijn schat haar thuis. Amai. Ja, ze liggen al uit mijn zakje. En dan gaat het blijven rollen naar rollenbollen. Dus ik ga nu richting de expressweg. Rollen van mijn schat heeft juist nog een sms'je gestuurd. Dus ik ga dus nu richting de expressweg proberen te rijden zo snel mogelijk. Rollen van, dat is toch al binnen. Echt, die flesjes, dat horen jullie toch ook, hè, mensen, of niet? Dus ik hoop dat ik wel mooi op tijd ga aankomen. Ik zie jullie allemaal straks terug. Yo! Zo, ik ben terug thuis aangekomen. Ik heb ook nog eerst goed gegeten bij mijn ouders. En het was lekker. Het was frituur eten vandaag. En ik ben nog van alles weg aan het steken. Ik ga nu ook de vlog van gisteren herinneren. Sorry dat er weer een outro was, omdat ik bij mijn vrienden ben blijven slapen. Kijken we meestal gewoon naar de buurtpolitie, naar familie. Ik noem maar op. Even een zakje nemen. Daar zitten heel heerlijke drinkjes in. Wat ik heel graag drink. Coca-Cola vanille. Voilà. En juist heeft mijn schatje weer gestuurd. Ik ga direct haar beantwoorden. Maar wat heb ik vandaag gedaan? Ik ben vandaag opnieuw op verplaatsing moeten gaan naar de Senderlo. En waar zijn mijn sloeven? Ah, daar. Dus naar de Senderlo moeten gaan. En daar heb ik schroefjes en barstjes moeten leggen. Zo 4 stuks, dan 16 stuks, dan 14 stuks. Dat hangde af van serie tot serie. Maar die band ging zo langzaam, echt waar. En dan ging ook soms mijn weegschaal niet. En dan, ja, fuck it, echt waar, man. Dus dan weten jullie ook, het is ook vandaag echt goed weer. Echt waar, mensen, het is toppie weer. Oh. Fuck. Nee. Het is slecht weer. Grap terug te doen. Dan komen ze binnenkort ook nog, dus volgende week woensdag. Komt daar een instantie naar hier toe om ik ga het jullie laten zien. Dit te verwijderen en dit te verwijderen van onder. En dan gaan ze dat zo stralen omwille van heel veel mensen hebben daar omgeklaard dat je dan via de badcamera hun ook kon zien en al. Maar ik heb daar al gordijnen gehangen. Dat is al geplastificeerd of zoiets. Dus, maar bij deze ga ik nu gewoon mijn vlog maken van gisteren. Met mijn gezondheid gaat het heel goed. En dan ga ik hier nog wel even opruimen. En dan hopen dat mijn schat zelfs al zegt, ja, kom maar af. En dan kan ik lekker afkomen. Als mijn vlog natuurlijk klaar is. Hè. Dus ik zie jullie straks weer al. Yo! Ik hoop niet dat jullie duizelig worden. Yeah! Woehoe! Rondjes draaien! Woehoe! Omdat dat het kan. Wow. Oké. Dat heb ik dus niet moeten doen. Wow. Ik ben zelf thuis, leg nu. Tot straks.
Wat een weer, mensen. Echt waar, man. Wat een weer. Even kijken om uit te rijden. Wow, ja, dat was dus Anton Anschirol, wat ik ook heb luisteren hier in mijn... Ik had verkeerd te zeggen, half. ...wagen en dan, oh man, en dan blijft de dingen te binnenstromen dat mijn radio aanspringt. Ik ben ook nog gauw nog naar de nachtwinkel geweest voor mijn schat haar drinkjes. Dat is nu ook gelukt. En ja, het is echt wel echt kut weer nog de ganse week, deze week nog, de ganse volgende week heb ik gehoord. En ik ga een serie opnemen in de regen, dus ik moet gaan bezien hoe ik dat ga klaarspelen in die fucking regen. Maar ja, alles gaat hè mensen, alles gaat. Maar het blijft gewoon hennig hard regenen. Dus ja, over Hasselt carnaval wou ik nu zeggen, Hasselt kermis. Het gaat echt heel leuk worden. Heb je nog een leuke thema-idee? Laat het mij dan zo snel mogelijk hieronder in de reacties weten. Dus ik heb al Olly met mij mee in een attractie en kunst in de attractie. Dus kan ik dan nog meer doen? Want even mijn ideeën zijn even op. Ik ben er al de ganze tijd ook mee bezig geweest voor de voorbereidingen nou. Oh, wat is echt waar man. De regen stopt niet hè. Dus. Maar ik ga jullie nu laten. Dus als je echt ideeën hebt, laat het hieronder iets weten in de comments. En ja. Je ziet, ik ben ook opgeprist en al. Blijf maar regelen. En alle reizigers blijven staan tot ik voorbij ben. Ook de mensen die daar op de trein zitten te wachten voor richting Sint-Truiden te gaan. Oh, krijg je maar twee cabinetjes voor onder te schuilen, dat vind ik echt erg. Maar ja. Ik ga jullie laten, als het hennig ook hard aan het trainen ben, ook voor de automobilisten, zet 1, zet uw lichten aan en 2, zet ook uw mistlichten aan. Dat wij u ook van verre afstand zien, want als je rijdt, laat je ook opspottend regen komen en dan kunnen we u beter zien. Maar bij deze ga ik jullie nu laten. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen, vergeet niet te abonneren hier op mijn channel. Mijn naam was Steven de Remus en ik zie jullie allemaal morgen terug, morgen voor de laatste vlog. En dan 8 dagen is het dan geen vlog, maar wel een serie van Hasselt kermis. Dus omwille van ja oké, ik ga ook een gedeelte daar ook een vlog van maken. En dat is dan ook wel leuk ook voor jullie toe. Maar dat gaat dan niet onder de categorie vlogs belanden, maar wel onder de categorie Hasselt kermis. Dus tot later, yo!